Ik ben Frans Priem en ik werk voor de firma Globen nu zo'n anderhalf jaar. En ik ben hier met een project bezig van de IJsseldelta. Hier maken we een versmalling weer. Dit was allemaal water. Dat wat ze daar ontgraven, daar komt de doorgang. Dus dat wat ze daar ontgraven, dat maken we hier, kiepen we hier in en dat vullen we hier op, zeg maar. Daar zijn ze een sluis aan het bouwen aan de andere kant. Het is een heel project natuurlijk. En daar komt daar de doorgang van de voor de boten. Dus die gaan daar straks door. De nieuwe dijk die ligt er al achter. Die is al geprofileerd. Dus dan gaat die oude dijk, die wordt dan weer gesloopt. En dat zal ook hier weer ergens in een gat gedeponeerd worden. Ja, met deze machine verzet ik ongeveer 1500 kubieke meter op een dag.